Dit is de kersverse directeur van Theater de Meervaart, Yessin Boussaid. Vrijdag begint hij aan zijn nieuwe avontuur, maar hij voelt zich nu al als een vis in het water. Ja, ik ben hier 5 jaar geleden begonnen als programmeur. En het is gewoon eigenlijk mijn huis, al jarenlang. Dus het is een prachtige kans om gewoon weer door te groeien en dit theater weer op een mooie manier verder te brengen. Dus, Een cultureel hart heeft Yessin in elk geval. Zo is hij ook de oprichter van dit bonte gezelschap. Het Amsterdams Andalusisch Orkest. Als programmeur voor de Meervaart stond Yessin al een aantal jaar op de podia om artiesten te bedanken of voorstellingen in te leiden. Dat is een spannend moment altijd. Want je... Knikkende knieën? Ja, zeker. Want je staat dan toch vol in het licht. En eigenlijk ontstaat daar ook wel in mijn ogen het grote respect wat je voor artiesten moet hebben. Die staan hier echt... vol 1,5 uur of 2 uur te performen. En dan kom jij in 3 minuten vertellen hoe geweldig je het vond. En dan denk je van wauw, die mensen, dat is echt hun vak. En ik heb daar diep respect voor. Volgens Boussaid staat de stad er goed voor. En dat wil hij, nog meer dan de Meervaart nu al doet, tot uiting laten komen. We hebben een prachtige stad. We zitten hier in hartje Nieuw-West. Stedelijke vernieuwing. Opkomende middenklasse met een niet-westerse achtergrond. Die ook wat te besteden heeft. Die ook denkt van hey, ik wil ook naar iets toe waar ik mezelf in kan herkennen. En als je dat... theater daar heel mooi op kan aanpassen, zeg maar. En ook de programmering daar heel mooi op kan laten matchen. Dan krijg je denk ik gewoon een hele mooie diverse afspiegeling van je programmering. Dus ook van je publiek hopelijk. En waar een nieuwe directeur zich meldt, komen automatisch ook de ambities. Noem maar een grote artiest uit het Midden-Oosten. Of noem maar een bekende operazanger bijvoorbeeld. Of een fantastisch orkest uit Londen of wat dan ook dat je hier naartoe kan halen. Om gewoon een prachtig concert te geven. Ja, wat dat betreft zitten daar ook wel mooie uitdagingen in. Maar dat valt of staat natuurlijk met budget en wat je voor elkaar kan krijgen.